Right, wij zijn vertrokken naar een goede start over Nessie Strijker. De snelste man, denk ik, hier samen met Lincoln Martin. En dan gaan we kijken of Martin het op lastig kan gaan maken hier. Maar oh nee, het is Crashing Martin, die zijn we kwijt. Dan komt hij toch wat los en dan is hij helaas over de kop gegaan. En neemt hij ook nog een rijder mee van de vaart. En dan gaan we dus kijken naar Nessie Strijker. Dan heeft hij al gelijk een gaatje geslagen hoor. Die Rakkerman daar van de derde cross. Wie pakt dan positie nummer 2? Het is 5-5-4. Milan Spekschaten. Dan gaan wij Club Groot Kogelman meenemen hoor. Kogelman zit er gewoon keurig bij op plekje nummer 3. Met 3-3-5 in de marges. 3 in de halve finale. Pakt hij nu op plek nummer 3 in de finale. Wij gaan opschrijven, 3.37, Wesley Brunsveld. Hij pakt plekje nummer 4, CRT Raalte met Stef Ovenk in 5. Dan gaan we kijken dan naar, eventjes kijken, het nummer van Ivo van der Haar, denk ik, op positie nummer 6. We hebben ook nog in de baan dan de man die ongelukkig viel, Bas Winters, samen met de 7.26 van Lincoln Martin.